Via Cultura Weekend Magazine met voorzitter Agnes Denny over de moeilijke tijd voor vrijwilligersplatform Spui 93. Presentatie en gespreksleiding Gert-Jan Kleinpaste. We gaan praten over Spui 93 en dat doen wij met Agnes Denny. Welkom Agnes, neem plaats. En je had een collega-bestuurder meegenomen. Leo, ik ben even de achternaam kwijt. Damen. Leo Damen. Zeg ik het goed dan? Die gaat hier zitten. Spui 93. Ja, ik zou bijna zeggen, wie in Dordrecht kent het niet. Het bestaat 41 jaar. Maar is helaas, moeten we dan nu vaststellen, in zwaar weer gekomen. Agnes, hoe kwam het? Nou, het is 41 jaar geleden opgericht, dus dit is iets ouder dan ik. Even iets dichter op de microfoon. Moet ik dichter? Ja. Als het goed is, ja. Nou ben ik te horen. Toenertijd om, nou ja, er was gewoon onder verenigingen in het Dordtse en daarin en in de regio behoefte om dingen samen aan te pakken. En dat wisselde van vergaderruimtes tot stencilmachines, waarvan ik me heb laten vertellen dat dat een ding is dat bestond. Ooit wel. Ooit wel. Weet je, dus dingen samen regelen. En daar is toen het SSKW voor opgericht, met steun van de gemeente. Ja. En dan moet ik, nou ja, een jaar of 10 geleden heeft de gemeente gezegd van, nou, er moet samenwerking komen met MEE. Dat is een organisatie die met name mantelzorg ondersteunt, mm-hmm. Ja. Dus die doet de maatschappelijke dienstverlening. En nou, die samenwerking heeft vorm gekregen in wat dan het vrijwilligershuis is gaan heten. En dat heeft, wat de gemeente betreft, niet geleid tot het soort resultaten dat ze voor ogen hadden, wat ja. Er dan ook mogen zijn. En nou ja, ik word wel getriggerd door wat dat ook mogen zijn. Waren de verwachtingen over en weer nou slecht afgestemd of gemanaged? Ik bedoel, waarom ging dat vrijwilligershuis niet zo lopen als de gemeente kennelijk verwachtte? Het is nooit helemaal helder geworden wat ze precies voor ogen hadden. We hebben heel lang op en neer gepraat over van ja, er moet vernieuwing komen, er moeten dingen anders. Maar het kostte grote moeite om scherp te krijgen wat dan anders, hoe dat zijn beslag moest krijgen. Ja. En nou ja, we hopen dat ze daar, dat ze dat scherper hebben gekregen, want uiteindelijk is de subsidie voor vrijwilligersondersteuning naar een andere organisatie gegaan. Dat was ergens, was dat nou eind 2019, wanneer gebeurde dat? Ja, de beschikking is eind 2019 gekomen, of in half 2019 gekomen, ja. En we hebben toen besloten van oké, dan gaan wij gewoon als Spui proberen om het nog een jaar, of nou ja, om het voor te zetten. Toen zijn we van naam veranderd. We hebben ook het pand verkocht. Ja, ja, want jullie hadden een eigen pand, Spuiweg. Ja. Nummer 93, niet helemaal. Verrassend. Het kwam niet uit de lucht. Er stond toch in die 41 jaar een hele stevige, mooie organisatie, Leo. Ja, klopt. Er gebeurde heel veel. Er zijn iets van 700 verenigingen en andere clubs lid. Ja. En dat vertegenwoordigt een heleboel mensen in Dordrecht. Ja, ja, en dat is dat is echt, ik zou bijna zeggen, dat is het kapitaal van de stad. Want die mensen maken mede dat er van alles gebeurt hier in Dordrecht. Ja, helemaal mee eens. En het is dus heel gek dat nou, die dienstverlening die Spui 93 dan bood. Mm-hmm. Allerlei praktische dingen, van het helpen bij opstellen van statuten, het zorgen dat een notaris dat voor een zeg maar vriendelijk tarief dan vastlegt, tot en met van als er in je clubje een conflict is, dan bemiddelde Spui 93 om te zorgen dat dat niet uit de hand liep, mm-hmm. En het clubje werd opgeheven. Nou, dat soort hele praktische dingen zorgden ervoor dat er inderdaad een heleboel clubjes lekker draaiden hier in de stad. Ja, en dan spraken we elkaar voor de uitzending net even en het gaat jou echt aan het hart dat kleine initiatieven nu een beetje tussen wal en schip vallen. Nou, het is niet alleen dat Spui 93 geen subsidie meer krijgt.
Hè? Dus zeg maar, het faciliterend werk van Spui 93 is niet meer mogelijk. Maar tegelijkertijd, of iets eerder, zijn de kleine subsidies voor allerlei clubs verdwenen. En wat je in toenemende mate ziet, is dat de buurthuizen en de buurthuisjes verdwijnen. Ja. Er waren allerlei kleine buurthuisjes. Op het Slikveld stond een klein buurthuisje voor de binnenstad West. Op het Weeshuisplein stond een buurthuis. Achter elkaar zie je dat soort instellingen en faciliteiten verdwijnen. Ja, dat is toch een beetje het cement van de samenleving. Nou, daar ben ik het hartstikke mee eens. En al die clubjes die organiseren allemaal leuke dingen voor de mensen zelf. Hè? Dus mensen doen dat zelf. En het kan om hele praktische zaken gaan, van een vereniging van eigenaren tot en met een superculturele club die zich bezighoudt met een vreemde taal leren. Of wederzijdse ondersteuning wanneer het gaat om mensen die een bepaalde ziekte hebben. Nou, dat is allemaal hartstikke nuttig en of leuk. Maar tegelijkertijd zie je ook dat in al die clubs ook sociale netwerken ontstaan, waarbij mensen die met wie het even wat minder goed gaat, geholpen worden door de andere leden. Ja. Nou, dat is wat je eigenlijk wil. Dat burgerhulp of... Klinkt bijzonder logisch in een participatiesamenleving. Ja, en dan is het mooi als dat gefaciliteerd wordt. En dat zie je steeds meer verdwijnen. Ja. Ja, dat is echt triest. Anjes, Spui 93 vervulde een hele grote rol hierin. Ik begreep dat eind eerste kwartaal het gewoon echt ophoudt. Is er nog enige kans op een doorstart? Wat zou daarvoor nodig zijn? Wij als bestuursleden... Wij zullen zijn de komende maanden vooral bezig met het afwikkelen van de opheffing. Ik kan me wel voorstellen dat een aantal leden zegt van het platform dat Spui 93 ondersteunde was voor ons zo belangrijk. Dus we organiseerden bijvoorbeeld een platform voor de vrijwilligerscoördinatoren, eentje voor de zorg. We hadden er volgens mij ook eentje voor de culturele sector. We gaan opnieuw zoiets opbouwen, maar gaat dit bestuur onder deze naam in elk geval niet dit jaar nog doen. Nee, dus bestuurlijk houdt het gewoon echt op. Is het keurig afwikkelen van een hele oude, stevige organisatie, maar ook een organisatie met beroepskrachten. Ja. Dus ja. Die raken hun baan kwijt. Ja, dat hoort... Net voor kerst moesten wij dus met als bestuur het besluit nemen om inderdaad het vast te stellen. Het kan niet meer. Mm-hmm. We krijgen niet zoveel geld binnen dat we jullie kunnen blijven betalen. En we hebben dus voor eind vorig jaar moeten aankondigen we gaan inderdaad Spui opheffen. Ja. Dus en dat was een besluit dat al anderhalf jaar een optie was. Het hing boven de markt. Dus de mensen zeiden ook van we begrijpen dat het niet anders kan. En we zien ook dat jullie gewoon anderhalf, twee, drie jaar al je best aan het doen zijn om hier het licht aan te houden. Ja. En het gaat niet. Nou ja, daarin zag het aantal weken geleden, ik weet niet meer eens precies wanneer, dacht ik van, god, dit biedt kans, dit biedt hoop. Vluchtelingenwerk trok bij jullie in. Ja. Maar dat bood ook geen soelaas. Nee, dat was volgens mij ook... Ik heb even teruggebladerd in de stukken. En we hebben een tijdje gewerkt aan een projectvoorstel samen met Vluchtelingenwerk. Dat project is er dus niet gekomen. Maar tegelijkertijd, toen was de samenwerking er wel. En Vluchtelingenwerk had een plek nodig. En wij hadden een pand verkocht. Maar we hebben een hele prettige huurbaas. Dus we hebben gezegd van kom er bij ons in. Wij hebben nog wel plek voor jullie en dat regelen wij met onze huisbaas. Ja. En we zijn dus nu. Een van de dingen die we aan het doen zijn, is dus aan het regelen dat vluchtelingenwerk kan blijven zitten. Vluchtelingenwerk blijft dan in ieder geval wel in dat pand. Voorlopig wel, ja. Voor zover we het nu weten. Ja, want ze zaten eerst volgens mij aan de Crispijnse weg. Ja, klopt.
Mooi dat dat in ieder geval heel goed loopt. Ik kan me voorstellen dat de reactie van de beroepskrachten, die zullen ook zwaar teleurgesteld zijn dat het zo loopt. Maar ook voor hen was het natuurlijk wel helder dat het lang boven de markt ging. Ja, en een van de dingen die we hebben gedaan met de verkoop van het pand was geld apart zetten voor het geval dat we de vereniging zouden moeten opheffen. Zodat er geld beschikbaar zou zijn om hen een behoorlijke transitievergoeding mee te kunnen geven. In die zin, hoe triest ook, het wordt zo zorgvuldig mogelijk afgewikkeld. Ik begreep ook dat er twee activiteiten zijn waar jullie erg aan hechten als Spui 93, waarvoor jullie op zoek zijn gegaan om te kijken of die kunnen worden gecontinueerd op een andere manier. De vrijwilligerspas is er daar één van, weet ik uit mijn hoofd. De andere ben ik altijd een beetje kwijt, iets met matchen. Een van de dingen die we dus van oudsher doen is het matchen van mensen die zeggen, ik wil eigenlijk iets doen, maar ik weet niet zo goed wat, met organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Ja, er hangen ook altijd die dingen van aan het pand. Precies. Ja. En dat is natuurlijk de enigszins retro versie, maar we hebben ook een database, een website, waar mensen zich kunnen aanmelden. Je hoeft niet elke dag met je jas aan door de kou naar dat pand op te kijken. Hey. Ja, als je dan toch je ommetje maakt. Hè? Nee, dus dat is Drecht Matched. Over naar de buitenwacht samen met de vrijwilligerspas die we ooit voor onze een eerder lustrum hebben ingevoerd. En de buitenwacht gaat het overnemen. Dat is in ieder geval goed nieuws bij een op zich vervelend en triest verhaal. Ja. De buitenwacht, bekende plek in Crispijn. Ik zou bijna zeggen tegen Leo, in ieder geval nog een locatie, een wijk. Die bloeit en waar mensen elke ochtend samen koffie drinken, waar leuke dingen gebeuren. Ja, ik zou bijna zeggen, godzijdank. Het is een oude kerk. Ja, dus dat blijft overeind. De vrijwilligerspas, nog even heel kort. Wat is de betekenis van die pas voor al die vrijwilligers? Want het zijn duizenden passen, hè? Ja, het zijn er heel veel. Er zitten twee kanten aan. De ene kant is, het is voor onze, vrijwilligersorganisaties, iets wat ze aan hun vrijwilligers kunnen uitreiken als bedankje voor het werk dat ze het hele jaar door doen. Ja. En hij is relatief goedkoop, dat kan ik nu zeggen, want hij wordt waargenomen door andere. Dus het kost niet zo heel veel per persoon om er eentje uit te reiken en je kunt daarmee korting krijgen bij de bloemmist. Er is een chocolatier hier op de Voorstraat hier in Dordrecht. Mm-hmm. Dus je krijgt er korting mee op soort van leuke dingen. Ja, dus het is echt een blijk van waardering wat dat betreft. Nou, het is heel mooi dat dat overeind blijft. En lokaal van hier. Dus het is ook, je hoeft er niet voor naar Rotterdam of Delft of waar dan ook. Ja. Allemaal leuke plekken om heen te gaan. Maar dit is iets van ons hier in de regio. Dat vinden we ook belangrijk. Ik heb op mijn lippen om te zeggen van, want we hebben tegenwoordig ook die Dordpas. Daar staan ook dingen op waarvoor je behoorlijkheid moet reizen. Maar dit is echt gewoon lokaal een bedankje, een sfeervol iets voor de vrijwilligers. Heel mooi dat de buitenwacht, toch ook een gevestigde naam die al heel lang bestaat, dat overneemt. Ja. Tof dat gebeurt. Tof is right. Heel fijn, Leo en Agnes, dat jullie dit verhaal hier vandaag met onze kijkers en luisteraars wilden delen. Geen fijn begin van het nieuwe jaar voor Spui 93. Succes met de afwikkeling die nu te gebeuren staat. En wellicht zien we jullie, want het bloed kruipt ongetwijfeld waar het niet gaan kan, in een andere vorm, in een andere hoedanigheid in de vrijwilligerswereld terug. Ja, of elders. Hè? Ja. Ik wens jullie in ieder geval succes. Heel fijn dat jullie te gast wilden zijn en tot gauw.